Mijn naam is Jacke van Assen. Ik ga jullie meer vertellen over het voorspellen en monitoren van muizenuitbraken. Daarna vertelt mijn collega Marijke Bekkema meer over het toepassen van satellietbeelden bij het in beeld brengen van muizenuitbraken. Om te beginnen gaat het bij de Nederlandse muizenuitbraken altijd om veldmuizen. De veldmuis kent een jaarlijkse cyclus waarbij in het voorjaar de aantallen het laagst zijn. Dit is de populatie die de winter overleefd heeft en vanaf april, mei, na de laatste vorst, neemt de populatie weer toe om in september, het najaar, tot het hoogtepunt te komen. Daarna neemt de populatie weer af door vorst en natte omstandigheden. De jaarlijkse cyclus maakt deel uit van een 3- of 4-jaarlijkse cyclus. Elke 3 of 4 jaar neemt de populatie enorm toe tot de muizenuitbraak. Na een piekjaar start de populatie in elkaar en begint de cyclus opnieuw. Dit is mooi te zien in de golfbeweging in de dia. De muizen vormen voedsel voor andere dieren, waaronder roofvogels als velduil, ransuil, torenvalk en kerkuil. De muizencyclus van 3 of 4 jaar is vaak goed herkenbaar in het aantal jongen van deze soorten. De cyclus vormt de basis voor de uitbraak, maar hoe ernstig en waar een uitbraak voorkomt hangt ook van andere factoren af. Zo houden veldmuizen van een open landschap met korte vegetaties en door de openheid en het ontbreken van ruigtes is het risico op predatie klein. Langgras zorgt voor voldoende dekking en droge grond zorgt ervoor dat de tunnels niet instorten en er goed gegraven kan worden. Beweiding speelt hier mogelijk ook nog een rol, omdat beweiding zorgt voor een te lage grashoogte, waardoor de muizen geen dekking meer hebben en de tunnels kunnen instorten door vertrapping. Deze factoren zijn puur sturend bij het ontstaan van de muizenuitbraken, omdat tijdens de piek de muisaantallen zo hoog zijn dat het überhaupt niet meer uitmaakt voor de muis. Waarom is het in beeld brengen van een muizenuitbraak interessant? Het uitbraken van muizen kunnen een flinke kostenpost vormen voor met name graslandeigenaren en soms ook voor akkerbouwers. En ook is het oppervlakte van aangetast grasland de laatste tijd toegenomen ten opzichte van de muizenuitbraak van 2004-2005. Ook omdat de muizenuitbraken de laatste jaren meer toenemen en gewoon vaker voorkomen, blijft het interessant om in de gaten te houden, omdat de schade mogelijk ook gaat toenemen. In 2016 is begonnen met het monitoren van trajecten om de cyclus en beginlocaties in beeld te brengen. Met beginlocaties wordt bedoeld de percelen waar de muizenuitbraak vaak of bijna altijd begint, omdat de omstandigheden op dat perceel juist goed zijn voor de muizen. De kerngebieden voor dit onderzoek waren Vegelinsoord en Koeverdriegen. Deze twee plaatsen hebben de laatste recente muizenuitbraken de meeste schade gehad en zijn daardoor het meest interessant. In Vegelinsoord liet deze methode een kleine piek zien in 2017. In 2017 werd al een piek verwacht, maar deze piek is later uitgedoofd door de iets strengere winter en natte omstandigheden. In 2018 was de populatie dan ook weer teruggezaakt in Vegelinsoord. In Koeverdriegen was in 2017 dezelfde piek te zien, maar die is in 2018 niet volledig uitgedoofd. Dat wijst erop dat een deel van de populatie het hier wel de winter heeft overleefd. Het nadeel van de trajectmethode was dat het veel intensief was en het niet altijd een goed beeld opleverde van het perceel zelf. In 2019 is daarom een nieuwe methode opgezet die ook geschikt moest zijn voor vrijwilligers en daardoor minder tijd ging kosten. Beide methoden hebben als basis zichtbare muizensporen. Linksboven is bijvoorbeeld een cluster te zien van muizenholletjes, een grote groep bij elkaar. Rechtsboven een muizenhol met veel muiskeutels erbij.
rechtsonder wat gras getrokken in een muizenhol en linksonder een gangenstelsel van muizen tussen verschillende muizenholen en clusters. De nieuwe methode werkt met een perceelsindex. Met een kort rondje over het veld en een goede blik over het veld kan een goede indruk gemaakt worden van de aanwezige muizensporen en eventuele schade. En vervolgens wordt dit vergeleken met de perceelsindex. Perceelsindex 0 duidt eigenlijk op de standaard lage muizenactiviteit, waar eigenlijk geen schade bij komt zien. Perceelsindex 1 is meer activiteit langs de slootranden. Daar beginnen de muizen vaak het eerst. Perceelsindex 2, daar zie je ook al wat activiteit rond de greppels ontstaan. De greppels vormen vaak nog een beetje een droge omgeving, waar de muizen het naar hun zin hebben. Perceelsindex 3 geeft aan dat er al clusters ontstaan, waar muizen zich gaan verzamelen en gaan nestelen. Perceelsindex 4 laat zien dat de gangen tussen clusters ontstaan. En bij perceelsindex 5 nemen de clusters en gangen meer dan 50% van het perceel in beslag. Bij perceelsindex 6 is het goed mis en is bijna al het gras weg. Het omslagpunt wordt gelegd bij perceelsindex 3, waar de schade nog vrij goed valt te behandelen en de muizen nog kunnen worden tegengehouden. Vervolgens hebben we muizenmonitor.nl opgezet, waarbij op de kaart de perceelsindex zichtbaar is op perceelsniveau. En daardoor ook via de regio te zien is waar de muizenuitbraak zich plaatsvindt. Zo is te zien op deze kaart dat in het zuidwesten van Friesland er meer muizenactiviteit is dan in het kleinschalige landschap van de noordelijke Friese Wallen, wat zich rechtsboven bevindt. Naast het verzamelen van gegevens in het veld, hebben we ook gebruik gemaakt van satellietbeelden om de muizenuitbraak in Friesland in kaart te brengen. Satellieten hebben sensoren die de weerkaatsing van elektromagnetische straling waarnemen in verschillende golflengtes. Objecten op aarde en het landoppervlak zelf reflecteren of absorberen elektromagnetische straling afkomstig van bijvoorbeeld de zon. En vervolgens meten de sensoren van de satelliet de weerkaatsing straling en slaan de data op in verschillende spectrale banden. Door gegevens uit 3 verschillende spectrale banden te combineren, kun je een samengesteld beeld maken. Dit heet een composite. Hier zie je een zogenaamde True Color Composite van Zuidwest-Friesland uit maart 2015. Dit is het type satellietbeeld zoals de meeste van jullie dat waarschijnlijk wel kennen van Google Maps. Het valt op dat de muizenschade op deze composite niet erg goed zichtbaar is. Maar satellieten nemen niet alleen zichtbaar licht waar, maar ook infrarood licht. Ieder object of type landoppervlak heeft een eigen spectrale vingerafdruk. Groene planten, en dus ook gras, absorberen rood licht en reflecteren groen en nabij infrarood licht. Schade aan planten wordt met name zichtbaar als je in je composite gegevens uit het infrarode spectrum laat zien. Kale grond reflecteert nabij infrarood licht en vooral korte golf infrarood licht. Het blijkt dat de muizenschade heel goed te zien is op een composite van rood, nabij infrarood en korte golf infrarood. Muizenschade wordt dan zichtbaar als roze plekken. Een belangrijke voorwaarde voor een goed satellietbeeld is wel dat er geen bewolking is, want dan zie je natuurlijk niks. Hier rechts zie je een voorbeeld van het Landsat-satellietbeeld uit maart 2015. In 2015 was een groot deel van Zuidwest-Friesland kaal gegeten door de muizen. De roze kleur duidt op kale grond en muizenschade. Het linkerbeeld is van maart 2014, toen er geen uitbraak was en er vooral veel gezond groen gras aanwezig was. In oktober 2014 zie je hier en daar al wat roze plekjes verschijnen. Voor de periode 2019-2020 hebben we gebruik gemaakt van beelden van de Sentinel-2-satellieten van de ESA. Deze beelden zijn gratis te downloaden en ze hebben een vrij hoge resolutie, waardoor je zelfs op perceelniveau een goed beeld krijgt. Hier zie je het verloop van de uitbraak rond Jesterijn en ten noorden van Sneek, tussen juli en oktober. Vanaf het moment dat zich clusters vormen, wordt muizenschade goed zichtbaar op de satellietbeelden. Je ziet dan ronde roze-paarse vlekken in de percelen en uiteindelijk breidt de schade zich uit, zodat hele percelen kaal kunnen worden. In juli zie je dus wat kleine plekjes. En in oktober is het uitgebreid met hele kale plekken en hele kale percelen.
Voor de LTO-website hebben we een interactieve viewer gemaakt waarop steeds twee recente satellietbeelden van Friesland te zien waren. Hier zie je nog een voorbeeld van het verloop bij Manchem tussen oktober en december 2019. Wat verder opvalt is dat in december de kleur van de percelen wat donkerpaars is. Het komt doordat er een periode veel regen was en de bodem vochtiger is. Percelen waar een x-je in staat zijn percelen met muizenschade. Door middel van visuele interpretatie van de satellietbeelden hebben we een kaart gemaakt waarop het verloop van de uitbraak te zien is van juni 2019 tot en met februari 2020. Hier is duidelijk te zien dat de uitbraak gelijktijdig op verschillende locaties begint en zich vervolgens uitbreidt. Overigens is de uitbraak al een poos aan de gang voordat het op satellietbeeld te zien is. Pas als er veel kale grond is, wordt het zichtbaar. In februari is het gebied met schade op zijn grootst, maar nog niet zo ernstig als het was in 2015. Wat opvalt is dat de uitbraak steeds op dezelfde locaties lijkt te beginnen, met name op de veengronden rond Koever de Riege en rond het Snekemeer. In een artikel dat begin dit jaar gepubliceerd is, is beschreven dat de uitbraak in Nederland niet op zichzelf staat. Deze grafieken geven een gestandardiseerde index weer voor het aantal veldmuizen in verschillende landen. In 2019 zijn er hoog aantallen muizen in landbouwgebieden in Tsjechië, Duitsland, Hongarije en Spanje. De uitbraken veroorzaken schade aan landbouwgewassen en zijn ook gevaarlijk voor de volksgezondheid, omdat muizen ziektes met zich mee kunnen brengen die op mensen overgedragen kunnen worden. De afgelopen 15 jaar mogen er steeds minder chemische middelen gebruikt worden bij de bestrijding van muizen. En dit kan er mede een oorzaak van zijn dat grootschalige uitbraken weer regelmatig voorkomen. Voor de monitoring van muizenuitbraken worden vrijwilligers gezocht die 3 keer per jaar percelen in beeld brengen. Een ronde in het voorjaar, in de zomer en in het najaar. Er is geen vast aantal percelen waardoor de vrijwilliger zelf kan bepalen hoeveel tijd de monitorische rondes kosten. De gegevens zijn direct na het invoeren zichtbaar voor alle deelnemers van het project, waaronder de boeren die zelf het grasland beheren. Daardoor kunnen de muizen goed in de gaten worden gehouden en ernstige schade kan worden voorkomen. Wilt u vrijwilliger worden? Neem dan contact op via info@altwiem.nl. Eerst meer informatie inwinnen kan via muizenmonitor.nl of via de website van ltonoord.nl. Goedemiddag, hier Ronko Kleefstra van Sovon. Ik ga jullie mede namens Jorren de Jong en een groot aantal andere mensen en ook het Kenniscentrum Akkervogels een verhaal vertellen over de broedende velduilen in het veldmuizenjaar 2019. Mijn verhaal sluit aan op dat van Japke en Marijke van Altenburg en Wimminga. Die hebben laten zien hoe de veldmuizenuitbraken ontstaan en hoe je die in kaart kunt brengen en waarom die ook ontstaan. Die veldmuizenuitbraken hebben een bijzonder resultaat, namelijk dat wij tegenwoordig ook weer broedende velduilen zo nu en dan hebben in het Friese boerenland. Daarvoor neem ik jullie in eerste instantie even mee naar 2014. Toen hadden we ook zo'n uitzonderlijke uitbraak van veldmuizen, zoals Japke en Marijke ook hebben laten zien. Die vond met name plaats in het zuidwesten en het midden van de provincie, ook nog een beetje in het noordoosten van de provincie. En dat leidde tot onze grote verbazing tot het broeden van velduilen in gewoon boerenland. We hadden zo'n 40 tot 50 broedparen in 2014 die gewoon in Engels rijgrasland zaten te broeden. En waarvoor we druk zijn geweest met bescherming en het in kaart brengen van die beesten. En aan de hand daarvan hebben we ook een artikel destijds geschreven, dat zie je hier ook, in het tijdschrift Limosa van Sovon en de NOU. Niet alleen de uilen hebben geprofiteerd van die enorme aantallen muizen. Gigantisch veel soorten vogels profiteerden ervan en ook marterachtigen en vossen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld, je zag ook purperijgers en roerdompen de weilanden ingaan om die muizen te eten. We hadden slaapplaatsen vol met grote zilverijgers en blauwe kiekendieven. Roestplaatsen met heel veel velduilen en randzuilen. En in 2019 gebeurde dit dus opnieuw. Voorgevoel hadden we al een beetje in januari. Met de midwintertelling zagen we dat er heel veel muizenetende vogelsoorten waren in Friesland. Daar hebben we toen nog een stukje over gemaakt op Nature Today, waar we ook al een beetje de verwachting uitspraken van het zou alweer eens zo'n goed jaar kunnen worden als in 2014. We hadden er zelfs nog een foto bij gezet van een velduil. En het gebeurde ook. Op 30 maart werd het eerste nest gevonden.
En toen hebben we van april tot en met september het behoorlijk druk gehad met allerlei zaken rondom velduilen en veldmuizen. Want er moesten natuurlijk vergoedingen komen voor de boeren om gras rond de nesten te laten staan. Boeren lieten dan 100 bij 100 rond een nest staan als een velduilennest werd gevonden. Nou, dat moest geregeld worden met de provincie, met de LTO, met de agrarische natuurverenigingen. Wij moesten ervoor zorgen ook natuurlijk dat we de meldingen binnenkregen van die broedgevallen en eventueel broedverdachte paren. Dat deden we met het web, met het e-mailadres veldhuil@sovon. En de meldingen die ik dan binnenkreeg, die moest ik dan weer uit gaan zetten bij de uilenringers en bij de agrarische natuurvereniging, bij de weidevogelbeschermers van de BVW. Op allerlei plekken in Friesland zijn mensen bezig geweest met posten tot in de late uurtjes om te kijken waar zitten die velduilen, waar zijn ze actief. En dan moesten de gevonden nesten natuurlijk beschermd worden, maaien moest uitgesteld worden, jongen werden geringd. Op de plekken waar die uilen zaten te broeden gingen we ook kijken naar de dichtheden, want we wouden eigenlijk ook weten, zitten die dan in hele hoge dichtheden veldmuizen te broeden. En het laatste perceel waar gemaaid kon worden, dat werd 5 september pas vrijgegeven. Dus het was een hele lange periode dat de velduilen ons bezighielden. En je zag dus op sommige plekken in Friesland van dit ongemaaide land, en daar zat die velduil dan in te broeden. De eerste melding, dit zijn de meldingen die binnenkwamen via veldeil@sovon.nl. Dat begon dus eind maart en dat ging door tot begin juli. En de meeste nesten werden gevonden in mei. Maar dat was een hele lange periode waarin we dus erg druk waren met veldeilen. Nou, dit is een resultaat ervan. Jullie zien links het kaartje van de veldeilen in 2014 in dat eerste goede muizenjaar en dan 2019, 5 jaar later, weer zo'n gigantisch goed muizenjaar. En je ziet dat er wat meer stippen staan op de kaart dan in 2014. In 2014 zat er een behoorlijke concentratie in het uiterste zuidwesten bij Gaasmeer te broeden. In 2019 was dat met name toch de regio ten zuiden van Sneek richting Lemmer. Dat was waar de meeste uilen zaten te broeden. Maar als je goed kijkt naar de kaart, dan zie je dus ook dat in het noordwesten, het midden en in het noorden van de provincie behoorlijk wat uilen zaten te broeden. Nou, dat leidde tot een totaal aantal van 69 paren territoria, zeg maar. We hebben 43 nesten gevonden en dan komen daar nog 8 tweede legsels bij. Maar het is vaak toch onduidelijk te zeggen wat een tweede legsel is, want dat weet je nooit helemaal zeker. In ieder geval het aantal succesvolle nesten, dat waren er 21. Dat was in vergelijking met dat aantal van 69 is dat niet zo heel erg hoog. We weten van 30 nesten met zekerheid dat ze mislukt zijn, maar er zijn ook heel veel plekken waar we dat eigenlijk niet goed van weten, omdat is het vaak het nest niet gevonden. En als het nest niet gevonden wordt, dan kan het ook niet beschermd worden. Dus dan zijn waarschijnlijk die nesten ook mislukt. Dus het daadwerkelijke aantal mislukte nesten zal nog veel hoger zijn dan die 30. Nou, nadien kwamen er nog 6 paren bij. Dus we hebben een totaal van 75 paren in Friesland. En dat is echt enorm veel, zeker als je dat vergelijkt met 2014. Dat kun je hier ook zien. Dit is een grafiek vanaf 1990 van velduilen in Friesland, verdeeld over het binnenland, de Waddenkust en de Friese Waddeneilanden. Nou, die Friese Waddeneilanden, dat is eigenlijk altijd het belangrijkste, maar in die uitzonderlijke jaren, zoals 2014 en 2019, zie je dus dat het Friese binnenland plotseling heel belangrijk is. En je ziet ook dat 2019 veruit het beste jaar is, sinds 1990. Als we gaan kijken naar het aantal uitgevlogen jongen per succesvol paar, dat is best hoog. Dat is 6,4, dat is een hoog aantal. Ik zal het zo ook laten zien. Als je alle paren gaat berekenen waar we het van weten, inclusief ook mislukte paren, kom je op 3,3. En het aantal geringde jongen, dat zijn er 94. Dat is ook best wat. Dus bijna 100 jonge velduilen zijn geringd in Friesland. Als je gaat kijken naar de mislukkingsoorzaken, dat was allemaal in de eifase. Dus als de uilen op het nest zaten, zijn sowieso 10 nesten uitgemaaid. Waarbij ook soms het broedende vrouwtje slachtoffer werd van het maaien. En dan waren er 7 bijvoorbeeld waarvan we weten dat ze verlaten zijn en 13 dat ze gepredeerd zijn door bijvoorbeeld marterachtigen of door zwarte kraai.
Maar die predatie en ook het verlaten van de nesten, dat was vrijwel direct na het maaien. Dus dat was allemaal gerelateerd aan het maaien. Dus dat, ja, dat is toch een risico voor die uilen. Als er activiteit in het land is, dan kan dat toch leiden tot dat ze of het nest verlaten of dat ze uiteindelijk ja, ten prooi vallen aan predatie. Nou, als we gaan vergelijken met 2014, dan krijgen we deze tabel met in 2014 in de grijze kolom en 2019 in de meest rechte kolom. Er zijn dus veel meer territoria en paren vastgesteld. Het aantal succesvolle nesten is gelijk aan 2014 en dat is eigenlijk een niet zo goed teken. Er zijn dus veel meer nesten mislukt. Maar als we gaan kijken naar de nesten die lukten, dan. Of ja, sowieso in het algemeen, dan zie je dus dat het aantal eieren per nest hoger was. En je ziet ook dat het broedsucces per succesvol paar veel hoger was dan in 2014. Dat lijkt ermee te maken hebben dat de voedselomstandigheden beter waren. Dus er waren hogere dichtheden te vinden van veldmuizen. Dat heeft er ook mee te maken dat de veldmuizenuitbraak zich eerder inzette dan in 2014. En de steenuilonderzoekers die jaar in jaar uit veldmuizen ook wegen, die ze vinden bij steenuilen in nestkasten, die lieten ook zien dat de veldmuizen in 2019 wat vetter waren. Dus de voedselomstandigheden die zouden wel eens beter geweest kunnen zijn dan in 2019. Daarnaast is het zo dat van de 75 paren die werden vastgesteld in het Friese binnenland, dat er 72 op boerenland zaten. Dus dat is bijna 100% op boerenland in het gras. Nou, ik zei dus dat de voedselomstandigheden gunstiger waren in 2014. Dat zou je ook af moeten kunnen lezen in de conditie van de jongen. Nou, hier hebben we een conditieindex van Franse mannetjes en Franse vrouwtjes. Dat gaat dan om jongen die in gevangenschap zijn opgegroeid. Daarbij kun je ook uitvinden of het een mannetje of een vrouwtje is. Wij kunnen dat in het nest niet zo snel. Dus dat hebben we op één hoop gegooid. Dit zijn de Friese velduilen van 2014. En dan zie je eigenlijk dat dat allemaal wel redelijk overeenkomt met die Franse vogels. Maar als je nu de jongen van 2019 erin gooit, dan zie je dit. En als je dan een beetje door je oogharen gaat kijken, dan zal het opvallen dat de jongen toch wel redelijk wat in een zwaardere gewichtsklasse zaten. En dat lijkt er toch op te duiden dat de jongen met een betere conditie te maken hadden. En dat er misschien ook wel wat meer vrouwtjes in de nesten zaten, wat vaak ook in hele goede jaren het geval is. En dat kan te maken hebben dus, of dat lijkt te maken te hebben met de hogere dichtheden aan muizen en de vettere muizen in 2019. Nou, tussen hoeveel muizen broeden die velden dan? Daar hebben we ook naar gekeken door op de plekken waar de uilen zaten te broeden te gaan kijken naar hoeveel holletjes zitten er in het land, hoeveel actieve holletjes zitten er in het land en wat vind je aan sporen van veldmuizen, zoals afgebeten gras en keuteltjes. Nou, dat doe je met dit systeem. Dit is een vierkante meter. Je loopt diagonaal over het weiland heen en om de 10 meter of om de 20 meter gooi je dat ding neer. En dan ga je tellen. En we maakten ook een perceelsindex, net zoals Aldenburg en Wiemga ook deed. En om te kijken van, ja, wat is eigenlijk de staat van het weiland als het gaat om de veldmuizen. Zaten er veel veldmuizen in of niet? En dan hadden we daar een perceelsindex voor. Nou, hier links zien jullie Jorren de Jong op de knieën liggen en die is holletjes aan het tellen. Op plekken waar velduilen zaten te broeden, dus de broedplaatsen, zie je dus dat de dichtheid aan holletjes en ook de dichtheid aan actieve holletjes, die is hoger dan op de controleplot. Die zien jullie rechts staan in de bovenste grafiek. En ook de perceelsindex, die komt veel hoger. Dus de weilanden, daar was duidelijk aan te zien dat daar meer muizen in actief waren. En dit is het aantal actieve, of dit aantal holletjes per vierkante meter natuurlijk. Dan de onderste grafiek die laat zien wat vonden wij aan muizenkeutels en afgeknaagd gras. We hadden één plot, is dus een vierkante meter. Nou, er waren meer dan 300 van die plotjes. En dan zie je dus dat het percentage plotjes waarin sporen van muizen worden gevonden, dus keutels en afgeknaagd gras, dat was veel hoger op plekken waar de uilen zaten te broeden dan op de controleplots. Dus die uilen die zaten dus echt duidelijk op plekken waar veel meer veldmuizen waren te vinden dan op de plekken in de buurt waar dus geen velduilen zaten. Nou,
Ze kozen voor de hoogste dichtheden om in te boren. Nou, die dichtheden namen in de loop van het jaar overigens ook toe. Je ziet hier dezelfde grafieken weer links. En dan zie je rechts de grafieken, maar dan in de herfst. En dan zie je dus dat op de plekken waar de uilen zaten te broeden, dat ook daar de dichtheden van de muizenholletjes per vierkante meter enorm toeneemt. En dat geldt ook op de plekken waar geen uilen zitten te broeden. En ook het percentage plotjes met sporen van muizen, dus op basis van muizenkeutels en afgeknaagd gras, dat neemt dus ook toe in de herfst. Dus die piek, wat ook Marijke en Japke al lieten zien, ja, dat begint in het begin van het jaar en dat neemt toe naar een piek in het najaar. En daarna werd het ontzettend nat, kletsnatte huis kregen we en dat heeft uiteindelijk de muizen de das gedaan. Dan nog even een apart geval, de zenderuil Romke. Die is wel een paar keer in het nieuws geweest omdat die vogel dus richting Afrika en Rusland ging vliegen. Maar het mooie van Romke is dat we zien hier de activiteit van Romke in het voorjaar en direct daarna in de zomer. En dan zie je dus de ster, daar zie je het nest liggen, rechts van Stiens. En dan zie je dat Romke eigenlijk heel erg actief is, alleen maar rond dat nest. En dat verdient even een uitleg. Ik gaf al aan, de uilen zitten in de hoogste dichtheden aan muizen te broeden. En je ziet dus dat zo'n uil eigenlijk alleen maar actief is in het perceel waar ook het nest ligt. Dus alle muizen worden grotendeels gevangen direct rond het nest. En dat is ook natuurlijk waarom die uilen tussen de hoge dichtheden aan muizen gaan zitten. Want dan hoeven ze niet ver te vliegen. Ze kunnen heel snel muizen naar de jongen brengen. Ze zijn in het perceel waar de jongen ook zitten. Dus ze kunnen die jongen ook gaan beschermen tegen bijvoorbeeld de aanwezigheid van buizerds of kiekendieven of andere vogels. Dus dat is waarom die uilen natuurlijk de hoogste dichtheden verkiezen. Dan hoef je niet ver te vliegen, je blijft bij de jongen en je hebt een enorm aanbod. Je hebt gewoon een tafeltje, dekje voor je jongen. Dan de veldmuisuitbraak. Dit is het laatste wat ik nog vertel. Het was niet alleen in Friesland en delen van Nederland het geval, maar er waren op allerlei plekken in Europa waren uitbraken. Dus Nederland, Oost-Vlaanderen, daar was een uitbraak van muizen, daar gingen ook velduilen broeden. Ook in Niedersachsen en Schleswig-Holstein, daar zaten honderden paren bij elkaar opgeteld aan het velduilen. Geldt ook voor Tsjechië, dat geldt ook voor Oostenrijk, waar in het oosten van Oostenrijk, waar heel veel velduilen hebben gebroed. Het gold ook voor Slovenië, hoewel daar zaten maar twee paar velduilen te broeden, maar dat was wel voor het eerst sinds, ik geloof, 1936. En uiteindelijk de grote knaller was ook Spanje, waar een enorme muizenuitbraak was. En waar honderden velduilen zich ophielden. Nou, Japke en Marijke lieten deze grafieken ook al zien. Dat in 2019 in allerlei van dat soort landen ook uitbraken waren van veldmuizen. Je ziet dus rechtsboven Frankrijk. Nou, dat was dus niet zo'n piek. Maar dat was bijvoorbeeld wel in Duitsland en ook in Spanje. Daar zie je dus dat die grafieken omhoog buigen. Dus ook daar kwamen meteen velduilen op afzetten. Dus daar waar een uitbraak is, daar komen de uilen op af. En de zenderuilen die nu rondvliegen, geven ons inzicht in hoe dat te werk gaat. Hoe die uilen zich bewegen over Europa en dat soort plekken ontdekken. Nou, dat is mijn presentatie. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren en kijken. En als er vragen zijn, dan kan ik die zo meteen beantwoorden. Hartstikke mooi, Romke, Japke en Marijke, hartstikke bedankt. Interessant. Ik heb in de chat, maar nou moet ik mijn chat vinden. Onderaan. Ja, maar ik klikte, maar toen ging die weg. Er was één vraag van Thijs Willems. En die luidt, kan de grootte van de vossenpopulatie ook invloed hebben op de grootte van muizenaantallen? Nou, predatoren hebben natuurlijk altijd wel een beetje invloed op de ontwikkeling van de aantallen muizen. En dat geldt niet alleen voor vossen, maar dat geldt ook voor veel andere soorten. We hebben heel veel muizenetende soorten die het... Die aanwezig zijn, dat zijn reigerachtige ooievaars en muizetende roofvogels. Die kunnen wel een zekere invloed hebben om een piek enigszins te remmen, maar uiteindelijk zal het een uitbraak van muizen niet,
niet voorkomen. Dat hou je niet tegen. En dat lieten Marijke en Jabke ook mooi zien. Dat die uitbraak begint eigenlijk al in de winter ervoor. En dan heb je, doordat wij zoveel van dat extreem groene rijgras op het land hebben staan. Ook in de winter, want het groeit bijna het hele jaar door. Is het zo dat er ook behoorlijk wat dekking is voor muizen om zich daar voor te planten. Zoals ze dat vroeger bijvoorbeeld onder de sneeuw deden. Doen ze dat nu dus met de hulp van het Engelse raaigras waar ze dekking van hebben. Ja, dankjewel. En ik heb zelf ook nog een vraag. Mij viel op, op een gegeven ogenblik liet je dus de aandelen zien van de eilanden en van het vaste land. En in 2019 zag ik ongelooflijk weinig vogels op de eilanden. Een heel laag aantal. Trekken die dan naar dat vasteland toe of loopt het daar sowieso af op de eilanden? Nou, op de meeste eilanden loopt het sowieso af. Een goed voorbeeld is Ameland, waar vroeger in de tijd dat we met de FFF nog vogels van Ameland uitbrachten. Ja, ik kan me herinneren. We zaten daar nog bijna tientallen paren op het eiland. Het is nu zo dat er nog sporadisch wordt gebroed op Ameland. Het enige eiland waar met enige regelmaat wordt gebroed is Schiermonnikoog. En Schiermonnikoog heeft als voordeel dat zich in 2003 daar de veldmuis heeft gevestigd. Als nieuwe soort. Maar het is zo dat die aantallen veldmuizen op Schiermonnikoog, dat loopt niet in de pas met dat op het vasteland. Dat zie je ook bij broedresultaten van bijvoorbeeld bruine kiekendieven. In jaren dat die het goed doen op het vasteland, doen die het op Schiermonnikoog soms helemaal niet zo goed. En het is wel zo, wat jij zegt, is dat als je op het vasteland zo'n walhalla aan veldmuizen hebt, dan is het voor een velduil die niet plaatstrouw zijn. Het zijn nomaden, ze zitten het ene jaar in Friesland te broeden en velduil Romke zat dit jaar bijvoorbeeld te broeden in Rusland. Dus dat zit enige afstand tussen. Ja. Als de situatie op het vasteland zo goed is, dan kiezen ze er waarschijnlijk voor om daar te broeden. En dan is dat eiland gewoon minder aantrekkelijk. Oké. Dat, want ik had nog een vraag, maar die heb je eigenlijk hiermee al een beetje beantwoord. Wat mij dus verbaast, dat is dat als er dan zo'n muizenplaag is, dat er dan ineens zoveel uilen zijn. dat die dan ook beschikbaar zijn. Maar kennelijk komen die dan dus van heinde en ver naar die plagen toe. Ja, klopt. Het zijn echte nomaden die dus aan het trekken zijn. En er zijn dus nu een aantal velduilen in Europa die rondvliegen met zenders. Waaronder dus velduil Romke, maar ook de Britten en de Spanjaarden hebben vogels gezenderd. En wat sowieso al verrassend was dat drie of vier velduilen meteen richting Afrika gingen. En waarbij je eigenlijk ook afvroeg van waarom doen ze dat? Omdat de situatie in eigen land of het land waar ze waren nog best goed was. En wat ze daar dan in Afrika doen, ja, dat zal dan ook aanbod zijn. Maar met die zenders wordt nu wel in kaart gebracht hoe beesten dus over Europa gaan en ook daarbuiten komen. Maar het geeft zelfs inzicht in, dat had ik niet in de presentatie zitten, maar bijvoorbeeld dat ze ook binnen, ik noemde bijvoorbeeld dat het vaststellen van een tweede legsel heel moeilijk is. Dat blijkt ook wel, want bijvoorbeeld een vrouwtje velduil wat in Spanje of in Schotland zat te broeden, die had op een gegeven moment jongen. De zorg voor de jongen wordt grotendeels door het mannetje gedaan. Op een gegeven moment gaan de vrouwtjes gewoon weg. Dat vrouwtje is vervolgens de Noordzee overgevlogen naar Noorwegen en is daar een nieuw nest begonnen. Dus de tweede legsel was niet in Schotland, maar was dus in Noorwegen. En dus late vestigingen die wij hebben, dat hoeft niet per se een tweede legsel te zijn. Dat kan ook een beest zijn die bijvoorbeeld iets geprobeerd heeft in Duitsland en denkt van nou, ik ga door naar Friesland. Dus ja. Dat is een beetje lastig om dan met zekerheid te kunnen stellen of iets een tweede legsel is of niet. Ja, dat is wel tegenwoordig. Goed. Er komt nog een vraag binnen, hoor. Er komt nog een vraag binnen. Ah, kijk aan. Oké, zegt Thijs. Is er dan een andere oorzaak aan te wijzen waarom uitbraken in de Friese woorden minder groot zijn dan in Midden-Friesland? De uitbraken die hangen ook samen met de grondsoort.
Dus bijvoorbeeld, wij zien op de zandgronden en op plekken waar het zand heel hoog zit. Ik woon zelf op veengrond waar geen muizenuitbraak is geweest. Want de veengrond hier is, waar ik woon in Uilensprong, bij Tijn in de buurt. Daar is het een heel dun veenpakket op zandgrond. En je zag op de zandgronden en dergelijke geen uitbraak. En ook in de Frieske Wouden, daar zit je niet echt op veengrond of klei op veen. Maar ook meer op zandige grond. En het is dit jaar zo dat op bepaalde plekken op de zandgrond juist het een goed jaar is. Waaronder in Drenthe. Voor wat muizen betreft en ook een aantal muisetende vogels. Is dan de openheid van het landschap, waar Japke het over had, dan nog weer een factor? Is dat Drentse zandlandschap opener dan bijvoorbeeld onze Frieske Wouden? Nou, dat valt, dat is vergelijkbaar, denk ik. Oké. Okay.